John van der Graag, jullie hebben net met 7-1 gewonnen. Wat zegt zo'n overwinning in de voorbereiding? Ja, wel veel. Alleen we weten dat we hard werken. Deze wedstrijden zijn niet echt om winnen, maar gewoon om fit te blijven, fit te worden. Een paar dingen dat de trainer wil, die moeten we ook doen in de wedstrijd. Maar ja, 7-1 is leuk. Alleen het gaat meer om fit blijven. Is het dan zo dat je baalt van zo'n tegengoal? Ja, tuurlijk, altijd. Ook als het de laatste minuut is, ook al is het in de eerste helft. Eigenlijk willen we gewoon de nul houden. En dat is voor keeper belangrijk, voor een verdediger is dat belangrijk. En ik denk dat wel iets voor ons doet, ja. Je hebt nu al zelf 2 wedstrijden in de voorbereiding gespeeld. Tevreden volgens nog? Ja, tot nu toe wel. Ik denk dat we als team ook goed trainen, goed in de wedstrijden komen. We doen ons best, veel energie erin. En je ziet ook dat er veel kwaliteit is en dat is wel goed, denk ik. En voor jezelf, want je bent natuurlijk deze voorbereiding een beetje als jongeling gestart. Hoe schat je je kansen volgens nog in? Ja, ik doe mijn best en ik hoop dat ik dit jaar wel wat kansen kan krijgen. En ik moet het hier laten zien bij deze wedstrijden. Dus daar ga ik ook 100% voor. Als we dan even evalueren, die eerste 2 wedstrijden, hoe kijk je dan zelf tegenaan? Als team of voor mezelf? Eerste wedstrijd was een beetje wennen weer. Het was de eerste wedstrijd van het seizoen. Het ging wel goed, denk ik. Veel dingen dat kunnen beter. Heeft de trainer ook aangegeven dat wat beter kan. Tweede wedstrijd, een stuk beter, denk ik. Ook, misschien ligt het ook aan de tegenstander, maar we hebben denk ons ding gedaan en ook 2 assists mee, dus dat helpt ook. Je neemt de corners, ook bij vrije trappen zie ik jou achter de bal staan. Wat is je rol wat dat betreft? Want je bent natuurlijk een jonge jongen. Ja, ik heb altijd al corners genomen, ook al vrije trappen genomen. En ik denk wel dat ik, omdat het nu eerst is, denk ik wel dat ik gewoon moet blijven doen. Blijven trainen ook in de corners en zo. Dus ik denk dat ik gewoon moet opeisen en kijken wie dat het beste kan nemen. En dan beslissen we dan later. Je noemde al een paar keer de trainer. Het is natuurlijk logisch. Het is je vader. Hoe bijzonder is het om met je vader te werken? Eerste week was moeilijk niet, maar het was raar. Want je ziet je trainer dan op het veld. En besprekingen ook, maar uiteindelijk, ik ben er al aan gewend en ik ben gewoon net als andere spelers. Gewoon, ik ben niet zoon van de vader, van de trainer. Ik ben gewoon net als andere spelers en ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Maar toch, de eerste keer dat toen bekend werd dat je vader trainer van AX zou worden, dacht je dan godver of dacht je, oh leuk? Ik dacht in het begin een beetje van, ja, hoe zal het zijn, want je weet nooit hoe het is. Ik heb hem nog nooit gehad. Maar uiteindelijk, als ik dan de eerste week train, en dan ben je er wel gewoon aan en het is gewoon prima. Ik vind het wel prima. Je bent natuurlijk vorig jaar overgekomen van Benfica. Neem ik aan met het doel om bij NAC je profdebuut te maken. Hoe bevalt die periode volgens nog? Eerste half jaar heel moeilijk heb ik gehad. Omdat ik bij Benfica onder 19 zat en dan gelijk naar het eerste te gaan hier. Wel, ik ben gelijk op het zit geraakt ook, dus dat heb je normaal gesproken wel. Maar ik voel me nu een stuk beter en vorig jaar op het einde van het seizoen had ik dat ook al, een stuk beter ging. Dus ik denk dat het steeds beter wordt en dat is het belangrijkste. En als we dan kijken naar komend seizoen, anders dan je debuut maken, wat zijn je doelen zelf? Sterker worden is een van mijn doelen. Gewoon wat fitter blijven en niet geblesseerd raken. Ja, debuut maken natuurlijk. En zoveel minuten maken als het maar kan. Ook bij Jong als het kan. Top, dankjewel. Dankjewel.